Hey jongens, welkom terug. Aflevering 3 is het. Zeker van onze Correndon Carrière mode. En we zitten bij de Ronde van Vlaanderen. En Van der Poel zit in een goede vorm. Hij heeft 80 kasseien momenteel, 77 heuvels en 80 uithouding. En hij heeft wel zijn supervorm nog niet beet. Dus ik ben benieuwd naar dan wat Waalse klassiekers. Het blijkt dat we de Amstel dus niet gekregen hebben voor wel het Cartman team, Wat echt jammer is. En mijn beste helper voor Van der Poel heeft een afname van energie. Dat is ook heel jammer. Um, maar Vermeers het blijkbaar in een goede vorm. En uh, de Volder ook eigenlijk redelijk goed. Maar Maaizen ook. De Bond en uh, Rekkaard gaan mee voor ons team. En hopelijk maken we er een, een goede wedstrijd van. De favorieten Pedersen, uh, Van Marke, Benoot, Stibas, Zagan, Stuiven, Van der Poel, Terfstra Van Avermaet en Van Aert. Alright. De oude Kwaremond. De eerste klem op 150 kilometer van het einde. Nope, rijdt hier. En eh, normaal gezien zit de Kwaromont hier toch nog niet op 150 km van het einde, of wel? Of ben ik nu helemaal gek aan het worden in de officiële versie. Eh, dus nope, rijdt op kop eh, voor Weiss, Groesdev, Van Lerbergen, Castrolli, Kreder, Genet. Dan Garcia Cortina is weggereden met Van den Berg en Durbridge. En dan heb je hier het Peloton. En we moeten Van der Poel zit goed vooraan, dus dat mag geen. Probleem zijn hier op deze klim. Wat gaat er voor de rest gebeuren? Lekker band voor Noop en zo vanuit de kopgroep. Erg voor hen, maar zolang dat van der Poel er maar goed door geraakt, dat is het allerbelangrijkste voor ons team. Sivakov met een lekker band. Nog 39 renners. Eh, blijkbaar toch al grote afscheidingen momenteel. Oeh, val van Meisen en de Volder in de achtervolgende groep. En wat van aard! Ligt ook op de grond. Oh, 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 me even goed zetten. Dit gaat veel veranderen. Van Baarle, Peders, Oh nee. Hè? Ja, hij is dus blijkbaar wel echt gevallen. Um, er beginnen zich dus andere groepjes te vormen. En Wout van Aert, die dat er al van tussen valt, is natuurlijk wel echt een zware. Hè? Dus uh, Asgren is er al af. Um, dus Lampaard is echt al ver. Christophe is ver. Uh, de Bond nu met een valpartij. Die zat al wat verder in een groepje. Uh, dan gaan we maar verder rijden, zeker met onze ploeg. We gaan Hansen op kop zetten, Vermeer gaat Van der Poel helpen. En we gaan eens zien, hè. dus Hansen naar de kop. En ah, wel CCC, wilde ook niet dat er nog iemand terugkomt. Char, die dat hier aan het doortrekken is, voordat we naar de Eikenberg gaan. Dus we komen bij de kopgroep, bijna de Wolvenberg. Van den Berg is weg met Laporte-Durbridge. Garcia Cortina zit hier nu in het groepje met onze toppers. Uh, en Hansen zit hier nog mooi vooraan, dus die gaat hier direct de kop nemen. Net voor de Wolvenberg. Wolvenberg is gewoon rechtdoor klimmen. Gaan we niet worden afgereden. En Hansen is nu fantastisch werk aan het doen voor ons team. En hoewel dat alles wel terug samen is volgens dit schermpje. Waar zit Walt van Aert hier? Okay, het grootste deel van het peloton is teruggekeerd naar de positie waar hij moet zitten. Uh, hier een aanval, Sutterlin, Gaviria en. Uh, terug die een uh, Garcia Cortina. Maaizen de Volder en Ricard die gaan, uh, niets, uh, die gaan niets meer doen. Ricard, Ricard. Jongen, jongen, ik ga niet meer met die rennen rijden, jongen, want ik blijf die naam toch verkeerd zeggen. Nu komt en De met een aanval. Net voor de Wolvenberg gaan ze het de iets betere klimmers lastig maken door het tempo wat te drukken. Hodage komt als eerste boven. Van het peloton. Iedereen blijft mooi samen zitten. Nog 110 kilometer. Nee, 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 dat blijft een ramp. Oké, okay, dus hij vertrekt nu terug. Vermeers perfect gewacht. Hem nu beschermen. En nu tempo maken. Het doet mij denken aan de echte ronde van Vlaanderen Op dit moment Hansen nu op kop. Kom aan, Hansen. Rijden, jongen. Rijden, Van der Poel meepakken. Ja, komaan, go, 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 go. Niet te rap, Hansen, niet te rap. Waar is het peloton? Vermeers is nog altijd zijn best aan het doen. Nu alleen kopwerk van Hansen. Vermeers wil zorgen dat hij mee zijt. En hier is het peloton terug. Dus het gaatje wordt wel dichtgereden. Komaan, Vermeers, het is uw moment, jong. Your moment to shine for the team. De laatste opoffering. Voila. we zijn erbij. En nu moet Van der Poel terug zien in te pikken. Dus Vermeers, bescherm Van der Poel. En dan helemaal naar voren. Naar waar dat bennet rijdt. Voilà. Ze bieden we niet meer nodig. En wat gebeurt er hier nog? Colbrally met de aanval. Kopgroep van 6 Laporte, Bris, Sutterlin, Gaviria, Garcia, Cortina en Van den Berg. En uh, Colbrally zal niet ver geraken, zo te zien. Net voor de Quaremont heeft Van der Poel al zijn energie teruggekregen. Maar we hebben geen helpers niet meer. Hè. Dus we moeten het zelf doen. We gaan naar de Quaremont. De kopgroep gaat eraan beginnen met 1 minuut voorsprong. En wij moeten zorgen dat we mooi vooraan zitten in dit groepje. En dat is ook zo. We laten ons niet vangen. Van Aard en Van Avermaat zijn aan het doortrekken. Wij gaan mooi mee. Wat gebeurt er hier? Ineens uh, tempovertraging bij ons. We komen terecht bij Lampaard. Paterberg is ook niet ver. Ja, van Aard en Van Avermaat vinden elkaar. Lampaard gaat het. Oplossen voor Stibaar, denk ik. En nu recht naar de Pater. Ik kom, we van der Poel meegleppen. Heb ik nu per ongeluk mijn energiegelken gebruikt? Ik denk het wel. Maar dat is niet erg, want we gaan toch naar de Koppenberg. Maar we hangen er nog bij. We hangen erbij, dat is het allerbelangrijkste. Nog 9, 10 renners in deze groep... Met Van Kersbulk, die aan het werken is voor Van Avermaet. En dan zeggen dat hij nooit helpers heeft. Van Hooydonk en Van Kersbulk zitten hier nog. Tuinberg deze keer nog 38 kilometer. Ik denk niet dat we gaan kunnen winnen. Lampaart is aan het wegrijden. Wij gaan dat niet dichtrijden. Een val in het peloton met Stennert. Maar die zat niet meer in onze groep. Een lampaard is kapot. Nu keukenleider. Die tempo gaat maken voor benoot. Christophe zit hier ook nog. De derde van de ronde. In het echt. Zit Battiol hier nog? Nee. Van Marken zit hier wel nog. En waar is Bettyol dan? Rijdt hij wel mee? Laten we rap eens kijken. Nee. Geen... Wachten. Zoek zijn team. Education. Education. Waar staat Education? Heren. Nee. Ja, rijd hij rijdt niet mee, Bettyol. Oké. Okay. Van Avermaat is weggereden op de Kruisberg, we gaan richting de Kwaremond voor de tweede keer. Um, hij is weg, oh Benoot was ook mee, dat wist ik niet, ik wist niet dat ze met zijn tweeën weg waren, ik dacht dat hij alleen weg was. Uh, dit verandert de zaak, Degenkolp gaat nu beginnen versnellen voor dat dichtrijden, Van Marken is mee, Van Aert is mee. Maar we gaan naar de Kwaremond. en daar gaat nog veel kunnen veranderen, maar met tweeën kunnen ze natuurlijk samen rondrijden. Van Aert is hier het werk aan het doen. Nog 20 kilometer te gaan. Het is nu juist de Kwaarmond nog eens. En dan nog eens de Patersberg. Oh, we kwamen te vroeg op kop hier. Laten we het wiel van D... De... Oh, laten we gewoon even de kop pakken. Maakt niet uit. Het is hier toch de kasseitjes op. Stibar nu. Stibar, Christophe, Van Aert, Van Marke. Terpstra nog te samen. En we zullen moeten samenwerken. Patersberg komt eraan. Wout Van Aert. Ze werk aan het doen. Perfect voor ons. Nu pakken we over. Stibar heeft het gaatje dichtgereden. En nu, hè. Eens zien. Komt er nog iemand over ons? Nee, over ons komt er niemand niet meer. Maar wat moeten we nu doen? Drie renners zijn weg. We moesten top 5 halen van onze ploeg. Sagan zit hier ook nog. Dus wij gaan het even laten hangen. Wij gaan het iemand anders laten doen. We gaan proberen slim te spelen. Drie man tegen een groep van zes. Maar wie gaat er die rijden? Stuiven nu. Hier zal nog wel gedemareerd worden, denk ik, en het gat begint te groeien. Een minuut dertig, een minuut veertig. Wie zit er nog achter ons? Van Baarle, Christophe en Trentin. Drie, twee sporters. Krijgen die dat gaatje nog dicht? Nog zes kilometer, nog twee minuten voorsprong voor deze drie. Die zijn gaan vliegen. Wij rijden voor de vierde plaats. Top 5. Dat is nu het hoogst haalbare voor ons team. Sagan blijft ook heel kalm. We gaan zijn wiel pakken. Nu de aanval van Van Marken. Het leek erop dat Sagan niet wou meegaan, maar nu toch wel. Nog 2,5 kilometer. We zitten hier helemaal van achter. Dat is ook niet echt de juiste positie om te zitten. En wie wint er hier eigenlijk de ronde? Ook belangrijk. Het is Stibar voor Benoot en Van Avermaat. Dus weer niet voor Van Avermaat. Terpstra trekt zo perfect die spurt aan voor Sagan. En we zullen er zelf ook moeten uitkomen. Gaan we die top 5 halen? Jawel, Sagan dan van der Poel op 5, Stuiven op 6, Van Aert op 7. Van marken op acht. En we hadden ons bijna laten doen in de sport. Want we hebben nog energie over. Maar dat gaan gingen we niet pakken. Dus uh, vijfde was het meest haalbare. We hadden niet meegekomen met die eerste drie volgens mij. En ja, kans laten liggen voor de ronde te winnen. Dat gaan we nu nog niet echt zeggen. We zijn nog in ons eerste seizoen. Onze ploeg is nog niet breed genoeg. We zijn moeten terugkomen naar een lekker band. Net zoals in het echt. En dan mogen we zeer blij zijn met deze uitslag. Dus en binnenkort gaan we nu... Um, de Brabantse Pijl nog doen, dat is dan terug een rit dat geen World Tour is, dus dat gaat goed zijn voor onze punten. En daarna zijn het de Waalse klassiekers. Amstel skippen we dan, dan hebben we een beetje rust en dan is het, uh, de muur van goeie en zo allemaal. Ik weet niet of dat we daar echt al supergoed gaan presteren, maar we gaan ons best doen natuurlijk. De Brabantse Pijl staat op het programma en Van der Poel heeft zijn vormpiek gekregen, dus we moeten ervan profiteren. We hebben eigenlijk jammer dat we hier nu niet uh, uh, Parijs-Roubaix gingen rijden. Maar hier eh, Brabantse pijl gaat hij zijn topprestatie leveren, hopelijk bij eh, La Flèche Wallonie ook. Luik Bas is een ander verhaal, maar als we hier Brabantse pijl en dan de Waalse pijl nog top kunnen presteren, zou ik heel blij zijn. Voor de rest Kroatië, eh, joh, heel veel bergen in Kroatië, dat is duidelijk. Geen idee wat ik daar moet meepakken, maar dat maakt niet zoveel uit voor deze serie. Dus de Brabantse pijl. Um, laten we eerst de uitslagen nog eens bekijken, want we hebben ook niet gekeken wie daar milaan Saremo had gewonnen. En dat was Groenewegen. Groenewegen wint milaan sanremo ronde was de Stibar. Roubaix is Viviani geworden. Wow, heel goed. Nog altijd geen Peter Sagan dat een van de drie uh, grote monumenten momenteel heeft gewonnen. En uh, het wordt tijd dat we nu met de overwinning van de Brabantse pijl hier in de top 5 komen van het continentale klassement. Oké, okay, we beginnen aan de kassei-stroken in de Brabantse pijl. Nog 63 kilometer te gaan, zeven koplopers. Met een voorsprong van nog 3 minuten. Uh, Batalin en Guerrero van dezelfde ploeg. En dat is het voor de rest. Geen koppeltjes in de kopgroep. Sivakov trekt de kop aan voor Sky. Kuksep zit hier met wat volk. Bennett zit hier voor. Hier. Dat was de vorige keer ook dat we het over deze Bennett hadden van Lotto Visma. Ik snap niet waarom dat hij hier eigenlijk mee rijdt. Het is. dat voorbereiding op Luibas, Nakenluik en zo. Geen idee, Vakos zit hier ook bij. Of verstetst heeft Vakos eigenlijk na die valpartij? Oh, toch nog, ze hebben hem toch nog een beetje gegeven. Een valpartij hier nu in het peloton. Helemaal van achter. Dat is ver van ons team. En nu is het gewoon rustig meegaan. Het is nog heel ver. En het is altijd dezelfde kasseitjes over. Oké, okay, nog 23 kilometer. Guerrero alleen op kop. Met Jules Bouger, van Gompel, Hansen en Batalin. Maar ze rijden het terug dicht net. Niet, ja. Jawel, nu is het dicht gereden. Net voor de Hertstraat. Voor de vierde keer. De voorlaatste keer. Vakos rijdt hier op kop voor uh, Quickstep. Um, iedereen van ons team is moe buiten Hansen en Meisen. Die zijn bij een val betrokken geraakt. Dus Vermeers is nu van der Poel aan het helpen. Uh, voor de rest 28 renders nog in dit groepje. Dat is niet meer zo superveel. Oké, okay, en het is teruggebroken, Morkov met Vakos, Gilbert er zit hier nog, Serice, Senechal, Kwiatkowski, Wout van Aert, Michael Matthews, Ballerini, Van Gestel, De Gent Vermoten, Isagire en Tony Martin komen misschien nog wel terug aansluiten. Maar dan wel dat we nu aan de klim zijn begonnen. Vermeer zal er nu wel af moeten na deze klim. Voilà. Rustig boven komen, laat quick Step maar rijden. En dan wanneer we voor de laatste keer naar de kasseistrookjes gaan, zal het hard om hard gaan. En Vermeer zit hier nog altijd. Fantastisch werk hier van Vermeer. En wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier ineens? We beginnen het hier wat raar te lopen in het peloton. Serie op kop. Piatkowski mee. Oké, okay, we zitten nog goed. We zitten nog goed. Nog twee kilometer. We mogen ons nu niet laten vangen. En dat gaan we ook niet doen. De laatste keer de ijskelderlaan. Gilbert met de aanval. Wij gaan niet wachten, want dat zou heel dom zijn. We gaan Kwiatkowski volgen. Zorgen dat we mee zijn. We zijn ook mee. Walt van Aert is ook mee. We zijn dus met vier man weg. En we gaan naar de finish. Nog 2,6 kilometer. Gilbert trekt goed aan. Er zijn vier ongeveer gelijkaardige spurters. We gaan beginnen, we gaan beginnen. Waarom komen wij nu al op kop? Dat is veel te rap. Uh, we gaan nog klimmen ook. Hè. We gaan nog klimmen ook. Dus dat kan hier nog gevaarlijk worden. Full gas zou ik zo zeggen. En gaan we er. Oeh, Wout van Aert. Mooi, mooi, mooi hier. Wout van Aert wint gewoon de Brabantse pijl voor Kwiatkowski. Wij worden derde. Mooie uitslag. Podiumplaats. Maar Wout van Aert, heel knap gedaan. wij kwamen te rap op kop. Ik had misschien moeten stoppen met sporten. Mijn eigen fout. Michael Matthews wordt hier nog vijfde. Vakos, zesde. Zevende. Ballerini uit de kopgroep. Van Gestel uit de kopgroep wordt achtste. Meurice negende. En de tiende plaats gaat naar Senechal. Of nee, je gaat serie het halen. Wie wordt er nu in de Sineshall of serie? De serie. Dus dat was het voor deze aflevering. Volgende aflevering gaan we naar. Nee, 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 nee. We gaan deze. We gaan nog niet stoppen. We gaan nog niet stoppen. We gaan. Nee, we gaan wel stoppen. Dus deze aflevering uh, is het erop. Volgende aflevering is het dan Leuk, basnaken Leuk nog. Uh, nee, de Walse pijl. Sorry, de Waalse pijl. Dan Leuk, basnaken Leuk. En dan gaan we naar. Um, ja, de volgende aflevering gaan we dan al doorgaan naar de kampioenschappen. Want alles daartussen met de Giro en zo is voor mijn team toch niet belangrijk. Dus uh, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. En nog een fijne dag allemaal. Ciao.